Het is 10 uur in de ochtend, vrijdag 15 april 2016. En dat betekent dat het vandaag zover is. De seminar is vandaag en de voorbedachte van het jaar award uitreiking. Ik heb er zin in. Ik ben niet helemaal klaar met de voorbereidingen, maar ik ben wel bijna klaar. Ik heb vannacht weer doorgewerkt. Ik heb vannacht wel heel veel afgekregen, maar niet alles. Dus ik moet nog wat aantal dingen doen. Maar voordat ik dat ga doen, eerst even koffie, want zonder koffie kan ik niet wakker worden. En nu aan de slag. Oké, het is 1:15. Ik heb heel veel gedaan. Mijn overhemd is gestreken. Heel veel werk verzet. Ik ben nog niet klaar met voorbereiden. Maar het is 1:15 en ik moet gaan douchen. Want om 2:00 word ik opgehaald door de Bora en haar vader om die kant op te rijden. Dus ga snel douchen, check jullie zo. We zijn er klaar voor. Let's go! En we zijn net vertrokken. Ik ga nog even voorbereiden, want mijn presentatie is nog niet af. Ik heb er heel veel zin in. U ook? Ja, ik ook. Dee, heb je er zin in? Ik heb er wel veel zin in. Dee. Ja. Heb je er zin in? Tel aan de armen. Ik moest echt heel nodig naar de wc. Maar er was geen benzinepomp in de buurt. Dus bij de McDonald's gestopt. En ik zou jullie vertellen, dat is de reden waarom ik hou van de trein. Met de trein reizen. Want je kan elke seconde naar de wc wanneer je wil. En hoe vaak je wil. Je hoeft niet te wachten, helemaal niks. Je denkt ik moet naar de wc, je gaat naar de wc. Bedankt McDonald's. Oké, ik ben iets vergeten. De winnaar van vanavond moet ook bloemen krijgen. En die ben ik dus vergeten. En nu ga ik het hier bij de benzinepomp even kijken. Ik hoop dat ze leuke bloemen hebben. Die worden het 2 stuks. Alsjeblieft. Hier moeten we zijn.
doen we dat, hè?